Je hebt dan uh, uh, aangetoond dat het werkt. Ja. En daar ga je het in de praktijk brengen. Klopt. Vertel, ja. vertel. Um, ja, we hebben dus een proef van een jaar gedaan. Met um, hele goede resultaten. Mm -hmm. Eigenlijk waren we al eerder uh, de, de, de markt op gaan. Maar toen werd de, de, de veevoeradviseur, dus de compagnon van mij, die werd ziek. Mm. Die had uh, problemen in zijn buik. En um, hebben we de... Ja, moesten we wat langer wachten met de echte lancering. Ja. En uiteindelijk is hij anderhalve maand geleden ongeveer gezond verklaard. En uh, nu gaat hij ook, heeft hij zijn baan opgezegd bij een ander bedrijf... waar hij werkte als veefadviseur. En dan gaat hij eigenlijk vol aan de slag met, uh, met ons CEWI-bedrijf. Leuk. Ja. En uh, ja, dat is natuurlijk niet zomaar een, uh, iets... want jij was nog aan het studeren of hoe zat het... Heb je het niet afgemaakt? Je ja, ik, ik had dus twee weken geleden de laatste tentamen. Ja? In de eerste kans had ik een 1. Ik was gewoon vol met het bedrijf bezig. Tweede kans een 5. En nu heb ik nog een derde kans gekregen. En dan moet ik een 6 uh, halen. Maar je uh, hebt dus nog één vakje openstaan voor je studie in Delft. Nou <laughs> ja, we, do, we doen het erom. Hè? Ja, daarom. Ja. En nou zit je in een garage te werken? of hoe? Uh... Ja, ja je hebt in Wageningen heb je de start-up plek. Ja. Um, vlak bij de ja we hebben ja net de jong hier gehad ja nou oké okay. ze heeft het allemaal verteld ja en ik heb daar dus een kantoortje en uh, vanuit dat kantoortje bestrijken we eigenlijk nu heel Nederland we hebben uh, vorige week al een ton zee verkocht in Bedum en uh, nog eentje ergens in Drenthe kijk en volgende week gaan we op trip in Brabant een uh, zes zeven melkveehouders dus af en een dag later in Friesland nou en dan volgt later nog Twente achterhoek en dan uh, op die manier gaan we alle boeren een beetje enthousiast maken Komt er, nog, komt er nog meer onderzoek naar de effecten? Ja, we gaan nieuwe mixen. Wat we nu leveren, is een mix van zes soorten wieren. En daarvan is 70 gram per dag aan de koe. Dus het is echt een soort vitaminepil of superfood dat je geeft aan de koe. En um, we gaan experimenteren met um, nieuwe mixen en ook met kalfjes gaan we, gaan we experimenteren. Zodat ze gezonder worden en uh, minder vatbaar zijn voor ziektes. Ja, en we krijgen nu ook van verschillende. Um, uh, ...partijen uh, samples aangeboden... ...die we gaan testen. En ook zeewier extracten om plantengroei te stimuleren. We zijn nu bezig met grasvelden. En, uh, grasvelden? Ja, gra je... kwekers. Dus je komt, je verwacht het niet... ...maar je komt uh, in allemaal verschillende hoeken... Uh, ...van Nederland terecht. En waar haal je het zeewier vandaan? We halen het zeewier nu uit Zuidoost-Azië. Dus het groeit in uh, rondom bali ...heb je van die grote uh, zeewiervelden. En bij Vietnam... Maar dat is wel een eindweg, dus dat is niet zo duurzaam dan. Komen er velden in Nederland? Ja, er zijn nu bij Den Haag zijn proeven bezig mm -hmm. en uh, bij Texel. Maar het meest uh, vooruitstrevende zijn in Noorwegen. Ik ben, uh, Die fjorden? Ja. Ja, dat geloof ik. Ja. We gaan snel luisteren naar het volgende nummer. Hier komt Raymond van het Groene Woud met Cheveux L'Amour.